We gaan nu de soep maken, de pindasoep. Maar wat is pindasoep? In pindasoep zit een lekker bouillonnetje, kip, zoutvlees en Surinaamse pindakaas. Goedemiddag iedereen, superleuk dat jullie weer kijken. Welkom op ons kanaal, mijn naam is Naomi van Leur. Dit kanaal heet Alles is Liefde, omdat ik alles wat ik hier doe, met liefde doe. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag pindasoep koken. Het wordt een zondagse pindasoep. Omdat pindasoep kan je op verschillende manieren bereiden. Je hebt de manier waarop je echte pinda's dopt, roostert, kneust. Dat proces. Of je hebt een proces dat je... Oh meisje, wat doe je? Niet doen. Niet doen. Waar is er? Kom even gedag zeggen. Zo. Goedemiddag. Wat leuk dat je weer zwaait jij. Je weet hoe het werkt nu, of niet? Ja. Wat? Wil je wat lekkers? Oké. Okay. Ik geef jou wat lekkers. Ik wil even goed kunnen zien. Ik ben gek leeg. Ja. Lekker, hè? Hé, hey, Chippy. Kom maar, ik help jou. Chips? Een biologisch Chippy voor jou? Pak maar. Chippy. Ja, dankjewel, mama. Ja. Maar, één is genoeg, toch? Een biologische mais snack. Alsjeblieft, één voor om de rood. Heb je er twee? Vijf. Ja, dankjewel mama. Mmm, yum, yum, yum. Lekker, 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 lekker. Oh, dit moet een irritant geluid zijn, sorry. Oké, spelen. Zo, alsjeblieft. Of je hebt inderdaad de zondagse versie die ik ga bereiden. Dus hij wordt ongetwijfeld heel lekker. Maar ik ga geen pinda's gebruiken, gedopte pinda's en dat verhaal. Ik ga Surinaamse pindakaas gebruiken. Van het merk Fire Lobby. Het is pikante Surinaamse pindakaas. Het is een heerlijke pindakaas om pindasoep mee te maken. Maar het is ook gewoon een hele goede pindakaas om lekker op je brood te smeren of op een krentenbol. Rozijnenbrood hebben wij het ook vaker op. Dus dit is de ster vandaag van onze pindasoep. En nou goed, voordat we nog meer ingrediënten, die ga ik je nu laten zien. Oké, we beginnen met water. Ik doe 2 liter water. Het wordt niet een hele grote pan. Ik kook het wel een soeppan, maar het wordt geen grote pan. Het is gewoon even voor tussendoor lekker. Mijn man had er ook trek in, dus ik denk, nou prima, doe ik het even. En ga rijst koken erbij. En ik heb ook tomtom. En ik leg je zo meteen uit wat tomtom is. Ik heb dus een filmpje gemaakt hiervoor. Het is een Surinaamse regels, Surinaamse kookregels tip. Links of rechts staat hij eventjes in het scherm, want ik weet niet meer exact. Oh, want ik weet niet meer exact wat de titel was of is. Maar het is een leuk filmpje, vind ik. Het is niet heel serieus te nemen, maar ook weer wel. Omdat een van de tips die ik geef is... Zorg ervoor dat als je een gerecht gaat maken, dat je wat je nog nooit eerder hebt gemaakt, zorg ervoor dat alles wat je nodig hebt voor je gerecht, dat je het hebt. En dat de voorbewerking, dus wassen, snijden, weken, uitkoken, net als met dit verhaal, dat je het ook echt doet, zodat je het juiste resultaat krijgt. En zoutvlees uitkoken is relatief bewerkelijk. Oep, hier.
Bewerkelijk. Oké, bewerkelijk in de zin van, je moet echt de tijd nemen om het twee keer uit te koken. Dus ik, als ik een gerecht maak waar zoutvlees in voorkomt, zet ik altijd als eerst mijn zoutvlees op. Dan kan ik het liggen koken terwijl ik de rest van de dingen doe. En als het klaar is, dan kan ik het ook meteen gebruiken. Hè, dus dat is een van de tips. Dat filmpje. Het is een leuk filmpje. Ik denk dat er handige tips tussen staan. Het is met een beetje humor. Mijn humor. Moet je van houden. Maar kijk anders eventjes naar Surinaamse kookregels. Wij zijn bijna klaar met het maken van de pindasoep. De bouillon is gekookt. Dus dat ziet er goed uit. Wat we nu gaan doen is, zoals ik al zei, onze hoofdrolspeler in dit verhaal. Dat is de Surinaamse pindakaas. En ik had al verteld, normaal ga je echt heel uitgebreid pindas doppen. En dat dan bakken, roosteren eigenlijk. En dan fijn stampen. En dan heb je echt pure pindakaas uit de pinda. Daar heb ik nu geen tijd voor. Dus ik heb gewoon een heel goed alternatief. Deze Surinaamse pindakaas waar ook al peper in zit. Dus ik ga nu laten zien hoe ik dan de pindasoep afmaak. Oké, nou dan doe ik de pindakaas. Ja, ik denk dat ik de helft gebruik van het potje of iets minder dan de helft. Hoeveel gram is dit? 350 gram. Oh, misschien gebruik ik wel het hele potje. Ik heb ongeveer 2,5 liter soep. Dus dat zal ik wel nodig hebben. Nou, dan pak ik de bouillon. En die gaat er dan gewoon bij. Het ziet er zo uit. Het zijn balletjes van de bakbanaan. De groene en de gele. Wat ik heb gedaan is 1 groene en 1 gele bakbanaan samen gekookt. Dus je pelt de banaan vanzelfsprekend. Dan heb ik ze in stukken gesneden. De groene en de gele banaan in stukken. Dan kook ik het uit in water. Ik doe water in de pan. En dan de bananen erbij en dat de bananen zeg maar net onder het water staan. Kook ik met een snufje zout gedurende 30 minuten. Daarna giet ik het af als er nog water in zit. En dan prak ik het geheel bij elkaar. En dan maak ik er balletjes van. En dat gaat zo meteen in de soep. En dat heet tomtom. Soep is klaar. Het is echt heel lekker geworden. Kijk of ik kan laten zien. Pas wel. Kijk, dit is de soep. Kijk hoe mooi. En hoe vol. En hoe dik. Zie? Pap, zullen we proeven? Smaaktest. 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 Ik wil trouwens zeggen dat ik het super leuk vind dat jullie kijken. En dat je hebt gekeken tot het eind. En ik wil eigenlijk filmpjes maken waarbij ik heel flitsend door het beeld zoef en alles perfect en helemaal gescript gaat.
Helaas gaat dat niet bij mij. Want we hebben twee kleine kinderen die hier ook rondwarrelen. Dus ik ben gewoon een moeder die van koken houdt en die heel goed koken kan. En ik vind het leuk dat je ondanks de chaos in de keuken toch nog kijkt. Dankjewel. En dan gaan we nu proeven. Oké, pap. Ruik ik lekker? Oh, hoor. Oh, fijn. Kijk. Ja, vind je het lekker? Heerlijk. Ja, heerlijk? Heerlijk. Super. Oké, nu ik. Mag ik dan? Mag ik ook een beetje proeven? Zo. ik moet ook op beeld proeven. Wat lekker is. Kijk, die tomtom. Wat lekker is, is dat die tomtom is zoet. Weet je wel, zoet. En dan is de rest is gewoon lekker pittig. Zoutvlees lekker hartig. Zo lekker. Mmm. Wat is er? Heerlijk. Super lekker. Al zeg ik het zelf. Dankjewel voor het kijken. En voor het kijken tot het einde van het filmpje. Als je het leuk vond, iets geleerd hebt, geef het filmpje alsjeblieft een duimpje. Deel het met iedereen die je kent. Al lekker bekken. En abonneer je op mijn kanaal. Dat zou ik heel leuk vinden. Tot de volgende keer. Bye.